Meneer de rector magnificus, meneer de decaan, dames en heren. Op dit moment is wereldwijd het probleem van obesitas groter dan de gevolgen van hongersnood. En in Nederland heeft op dit moment de helft van de bevolking overgewicht en 13% zelfs ernstig overgewicht, obesitas. En daarmee is obesitas letterlijk een groot probleem. Uiteindelijk leidt het ook tot allerlei aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, depressie, ook allerlei vormen van kanker zijn er aan gerelateerd. Maar waarom is nou obesitas zo'n epidemie geworden? De reden is simpel. Aan de ene kant, we eten te veel en te ongezond en we bewegen het te weinig. Klopt dat? Maar waarom is het dan zo dat behandelingen die zich alleen maar op deze twee richten, dat die zo vaak mislukken? En waarom vallen mensen heel vaak niet af? Nou, dat komt omdat er een heleboel andere oorzaken onder zitten. En vandaag zal ik met u doornemen hoe dat nou komt. En ik wil eigenlijk met u beginnen bij het verhaal van Corné. Corné was een baby die geboren werd in Brabant, in een boerengezin. En die leek eigenlijk oorspronkelijk een hele normale baby. Het enige wat opviel was dat hij eigenlijk altijd honger had. Binnen 5 minuten nadat hij klaar was met zijn flesje, had hij eigenlijk alweer honger. En tegen de tijd dat hij 2,5 was, at hij ongelooflijk veel. Hier ziet u hem op de foto. U ziet, hij is hartstikke zwaar en vergeleken met zijn zus op de foto is hij enorm in gewicht toegenomen. Zijn moeder maakte zich zorgen, want hij at zo ontzettend veel. Dus hij had inmiddels allemaal sloten gezet op de keukenkastjes, maar nog steeds greep hij van alles uit vuilnisbakken omdat hij zo'n honger had. Zijn moeder voelde dat er iets niet helemaal klopte en die ging allerlei artsen af van wat is hier nou aan de hand. En eigenlijk kreeg ze steeds hetzelfde te horen, u geeft uw kind te veel eten. Ja, dat was ook zo. Maar toch, ze gaf veel eten omdat hij zoveel honger had. En uiteindelijk kwamen ze terecht in toentertijd Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC bij mijn collega Erika van der Akker. En wat bleek, Corné had een MC4 receptordefect. Nou, dat is eigenlijk een ingewikkelde naam om te noemen dat hij een foutje had in zijn DNA, waardoor het verzadigingssignaal vanuit zijn maag-darmstelsel naar zijn hersenen, dat deed niet meer. Dus hij had altijd honger. En die diagnose was enorm belangrijk voor Corné en voor zijn moeder. Waarom? Omdat vanaf dat moment ging eigenlijk de hele omgeving ging hem steunen en ging helpen met gezond eten. Zijn gewicht stabiliseerde een beetje, maar inmiddels is Corné volwassen, loopt op mijn spreker in het Centrum Gezond Gewicht bij de volwassenen nu. En dat blijft wel een eeuwige strijd voor hem. Maar een andere reden waarom belangrijk was die diagnose te stellen, is omdat op dit moment is er medicatie voor in ontwikkeling. En kunnen we binnenkort gaan starten met middelen die precies aangrijpen op dat foutje in de hersenen wat daar zit bij Corné. Om dan op die manier de eetlust af te gaan remmen. En dan zal je zeggen, ja, maar dit is toch heel extreem. Nou, dat klopt, het is zeldzaam. Slechts ongeveer 2% van mensen met obesitas hebben last van specifiek de MC4-receptorafwijking. Maar sinds we het kunnen testen, zien we het eigenlijk wel vaker dit soort type foutjes. Soms in andere genen en ook voor sommige daarvan wordt nu medicatie ontwikkeld. Heel belangrijk is om het ook te herkennen, ook al is het zeldzaam, omdat we dus deze mensen vaak heel erg hard veroordelen. Dus ook daarvoor is het belangrijk. Maar dus we hebben aan de ene kant de genetische kant die bepaalt wat je lichaamsgewicht is. Maar ik vertel dit verhaal eigenlijk ook om een andere reden. Want wat dit heel mooi illustreert is dat we in ons lichaam hongerhormonen hebben. Want wij denken vaak dat we verzadigd zijn, dat we vol zijn omdat onze maag vol zit. Nou, dat is maar eigenlijk een heel klein stukje van het verhaal. Een groot deel van wanneer je vol zit wordt bepaald door darmsignalen die een seintje geven naar de hersenen. Nu zit ik vol. En bij de een komt dat heel snel, bij de ander komt dat pas veel later. Hier ziet u een aantal van dit soort darmhormonen. U ziet het komt uit de maag, het komt uit de dunne darm. Zelfs uit vetweefsel worden signalen afgevuurd die tegen het brein zeggen, stop maar met eten. In al die signalen kunnen soms foutjes zitten die zorgen dat iemand heel veel meer trek heeft dan een ander. Dus we hebben aan de ene kant niet alleen het DNA, maar we hebben de hongerhormonen. En we hebben een hele andere manier om deze hongerhormonen in de war te schoppen. En een hele bekende manier om ze totaal overhoop te schoppen is bijvoorbeeld een crash-dieet. Wat er gebeurt als mensen op dieet gaan en heel laag in de calorieën gaan, dan in het begin werkt dat altijd gunstig voor het gewicht. Het gewicht gaat omlaag,
Maar na verloop van een aantal weken weten we dat juist die hongerhormonen die gaan omhoog, verzadigingshormonen die gaan omlaag. Dus het netto effect is, je hebt meer trek. En tegelijkertijd gaat die verbranding omlaag. Dus meer trek, laag verbranding, dat is het recept natuurlijk om weer meer aan te komen. En dat gebeurt dan ook. Mensen denken zelf van, oh, ik ben zwak van karakter, want ik hou het niet vol. Maar eigenlijk is het zo dat die biologie stuurt dat je het niet meer volhoudt. Wat gebeurt er? Mensen vallen dus af, komen weer bij. Vaak meer bij dan ze oorspronkelijk wogen. Gaan nog een keer een crash dieet doen, vallen weer af, komen weer bij. En zo weten we uiteindelijk dat crash dieeten op de lange termijn een risicofactor is voor het ontstaan van obesitas. Er is nog een manier om deze hongerhormonen te beïnvloeden. En dan neem ik u mee naar deze stroopwafel. U ziet deze heerlijke stroopwafel met een lekker knapperig korstje. En stelt u zich eens voor dat u die nu in uw hand heeft. En u ruikt hem. En u ruikt dat zoete van die stroopwafel. En op dit moment neemt u een hap ervan. En u proeft dat zoete in uw mond. En u proeft dat stroop op uw tong. Misschien zit er een beetje stroop op uw wang. Proeft u het allemaal? Op dit moment, dames en heren, bent u hongerhormonen aan het aanmaken. En wat betekent dat? Dat betekent dat nu bijvoorbeeld je insuline gaat omhoog, je suiker gaat omlaag. Je krijgt trek in zoetigheid. Dus als straks bij de receptie, als er stroopwafels staan of andere zoete dingen, maar er staat ook een salade ernaast, dan bent u veel meer geneigd om dat zoete product te nemen dan die salade. Terwijl u best weet dat dat veel gezonder is. U zou die salade moeten kiezen, maar uw lichaam stuurt u de andere kant op. Dat is op zich goed nieuws, want dan weten we ook, want alleen maar iemand zeggen ga gezond eten, dat werkt niet, dat weten we. Bij obesitas heeft dat is niet way to go. Wat wel werkt is om die gedachten actief te beïnvloeden met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, om mensen te trainen om die gezonde producten te kiezen. Een andere bekende is dat we gewoontedieren zijn en gewoontes kunnen soms ontkoppeld worden. Bijvoorbeeld na het eten lekker een kopje koffie, neem een koekje bij en het koekje wordt dan weer een rolkoekjes. En zo kan je soms wel die gewoonte doorbreken door dat te trainen met een psychische aanpak. Dat niet meer die associatie wordt gelegd, koffie dan meteen een koekje. Maar dat puur dat kopje koffie eigenlijk ook heel erg lekker is. Dus wat moeten we doen met z'n allen? Eigenlijk zoveel mogelijk vers en onbewerkt eten. Qua drinken, water, thee en koffie. En proberen daar, als mensen echt obesitas hebben, juist met de psychische aanpak daarbij ook de gezonde leefstijl te bewerkstelligen. Dus dat is de psyche. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere factoren die ook beïnvloeden of we wel of niet te dik worden. Denk aan bijvoorbeeld soms de cultuur waar we vandaan komen. In sommige culturen is natuurlijk gewoon eten is gastvrijheid. Daar moeten we rekening mee houden als we mensen gaan behandelen voor obesitas. Maar ook de darmflora. We weten steeds meer dat bepaalde darmbacteriën bepalen hoe ons lichaam met voedingsstoffen omgaat. En daar weten we dat sommige samenstellingen van darmflora ook weer obesitas kan veroorzaken. Onder andere antibiotica in deze tijd beïnvloeden ook wel die darmsamenstelling van die darmbacteriën. Een ander iets is slaap. Met de toename van de BMI, de toename van obesitas de laatste jaren, is het ook zo dat het aantal slaapuren is afgenomen. We zijn minder gaan slapen. Wat gebeurt er als je minder uren slaapt? Dan gaan weer die hongerhormonen gaan omhoog. Je krijgt er meer snacktrek van. Maar ook je stresssysteem wordt geactiveerd. Je maakt meer van het hormoon cortisol aan. Dat gebeurt ook bij chronische stress. En daar ga ik later nog wat dieper op in. Dat is ook een van de verborgen dikmakers. Een hele andere factor. Dus hebben we een heleboel factoren die van invloed zijn. Maar een notoire factor die we ook heel vaak zien en erg van belang is voor mensen met obesitas, is het gebruik van medicijnen. Bij ons op de polykliniek zagen we wel de helft van de mensen met obesitas die minimaal één medicament gebruikten wat als bijwerking gewichtstoename had. En van sommige medicijnen weten we dat best heel goed. Bijvoorbeeld, zeker als dokters, weten we van bepaalde antidepressiva, antiepileptica, dat die gewichtsverhogend werken. Maar waar we minder bewust van zijn, is dat sommige middelen die we juist vaak voorschrijven, ook bij obesitas, dat die ook een gewichtsverhogende werking kunnen hebben. Nou is dat soms maar een paar kilo, maar soms hebben mensen wel vier van dit soort middelen die kunnen bijdragen aan gewichtstoename. Nou is dit niet zo dat dit de hele obesitas-epidemie verklaart. Maar de reden dat ik dit vertel is meer dat we vaak, zeker als arts, dat we mensen zeggen, nou, ik geef u deze medicijnen allemaal en tegelijkertijd het advies geven, maar u moet wel afvallen. En wat we eigenlijk daarmee doen is dat we die handrem aantrekken
En een advies geven wat meteen het lastig wordt eigenlijk. Waar ik heel voor zou pleiten is dat we kijken als iemand een leefstijlinterventie gaat en dan liefst een effectieve vorm, bijvoorbeeld met die psychische aanpak, om vlak daarvoor even te kijken, kunnen we die medicatie niet verlagen of helemaal stopzetten om iemand de wind mee te geven, zodat die gezonde leefstijl ook veel effectiever is. En de laatste factor die ik in dit kader wil bespreken met u is het bruine vet. Bruin vet, dat is eigenlijk het goede vet. We hebben met z'n allen ook allemaal slecht vet, dat kennen we. Maar bruin vet is het goede vet. En dat zit in het menselijk lichaam, eigenlijk rond de wervelkolom, rond de organen en in de nek. En dat bruin vet, dat zet eigenlijk calorieën om in warmte. Nou, dat is natuurlijk geweldig, want hoe meer bruin vet, hoe meer je calorieën omzet in warmte. En we kennen allemaal die mensen die heel veel kunnen eten en zomaar alles verbranden. Het probleem is dat mensen met obesitas hebben gemiddeld genomen veel minder van dit bruin vet. Maar daar zit ook weer goed nieuws aan verbonden, want dit bruin vet kan je activeren. Hoe dan? Dat doen we ten eerste, kan je doorbewegen. Maar als mensen echt morbide obese zijn, is gewoon echt sporten is lastig. Beweging is vaak nog wel mogelijk, maar er is ook een andere manier. Namelijk door kou. En u hoeft zich geen zorgen te maken. Op dit moment is hier helemaal niet koud. En u hoeft ook helemaal niet ervoor in de vriezer te gaan zitten. We weten dat als mensen een paar weken, 2 uur per dag, al bij 17 graden doorbrengen, dus dat is net onder kamertemperatuur, dat dat eigenlijk al voldoende is om dat bruin vet te activeren. En we weten ook in deze tijd is het natuurlijk zo dat we met z'n allen warmer zijn gaan leven. Het is zo dat de huizen zijn geïsoleerder, we rijden rond in auto's met goede verwarming. En misschien moeten we eens gewoon vaker aan kou blootgesteld worden. En moeten tegen onze kinderen zeggen, ga maar zonder jas naar buiten. Kou is eigenlijk goed voor ons en kan bijdragen om obesitas tegen te gaan. Al deze factoren bij elkaar, die laten dan eigenlijk een beetje zien dat op dit moment denken we te simpel over die hele obesitas-epidemie. De oplossing is dat we al die factoren in kaart moeten brengen en daar veranderen waar mogelijk om dan veel effectiever te zijn om obesitas tegen te gaan. Nou, met dat in gedachten hebben we eigenlijk het Centrum Gezond Gewicht opgericht, samen met mijn collega kinderarts Erika van der Akker. En wat we daar doen is eigenlijk diagnostiek van onderliggende oorzaken van obesitas en het ontwikkelen van nieuwe obesitasbehandelingen op maat. En u moet zich voorstellen, u hoeft niet in detail te lezen, want dat gaat ook niet, maar het is meer even om te illustreren wat je als dokter dan in ieder geval zou kunnen doen, dat als iemand binnenkomt met obesitas, en dat we eerst eens eventjes kijken, zijn er misschien alarmsymptomen die ons doen denken aan bijvoorbeeld een genetische vorm? Hè, is het heel op hele jonge beginleeftijd ontstaan? Is er rood haar? Is er ooit een vingertje aan elkaar gegroeid? Of andere symptomen die doen denken aan bijvoorbeeld een hormonale oorzaak of een keer een harde klap op het hoofd, waardoor we aan een hypothalamische oorzaak moeten denken. Kortom, soms we zijn geneigd bij obesitas, we weten het wel, gaan behandelen. Terwijl bij alle andere ziekten doen we eerst diagnostiek, gaan alles kijken wat is er aan de hand en dan pas geven een behandeladvies. Dat zouden we ook bij obesitas moeten doen, om veel effectiever te zijn. Nu zitten we vaak in deze categorie, hier bij de leefstijlgerelateerde behandelingen. En ook daar kunnen we dus een heleboel factoren optimaliseren om effectiever te zijn. Ik geef u een voorbeeld. Dit is bijvoorbeeld Maurice van het Centrum Gezond Gewicht. Met hartelijke dank dat ik deze foto's mocht gebruiken. Bij Maurice bijvoorbeeld kijken we van welke factoren spelen hier nou allemaal een rol. Genetisch onderzoek doen we alleen maar op indicatie, doen we lang niet bij iedereen. En vervolgens kijken we welk behandelprogramma past nou bij iemand. Wat werkt voor wie? En Maurice heeft bijvoorbeeld het cognitieve gedragstherapie behandelprogramma, de gecombineerde leefstijl ondergaan. En dan zien we ook dat bijvoorbeeld na 1,5 jaar, dan zie je dat hij weer helemaal op zijn gewicht zit. Ik wil hier alleen maar mee aangeven, dit kan. Ik moet tegelijkertijd zeggen, helaas is dat niet bij iedereen zo. We zien in elke groep van 10 zijn er altijd wel 1 of 2 mensen bij wie het onvoldoende werkt. En we kijken altijd goed van waarom heeft het niet gewerkt bij deze persoon? Waren er toch nog factoren die de handrem aantrokken? Nou, dan hebben we nog een aantal andere behandelingen die we doen in het Centrum Gezond Gewicht. Bijvoorbeeld een e-health gebaseerd programma. Dat is onder leiding van Tessa Kouwenhoven. En we hebben een programma, een sprint interval training, waarbij mensen 2 keer per week, 2 keer 20 seconden even op hun allerhardst op een speciale fiets moeten. Waarbij je waarschijnlijk meer je verbranding een beetje aanspreekt. Dat gaat bij BeLife doen we dat, onder leiding van Jeroen Molinger.
En we hebben natuurlijk de maagoperaties. Dat gebeurt niet in het Erasmus MC, dat gebeurt wel in het Franciscus. Onder leiding van onder andere Oelers Bieter en in het Maastadziekenhuis door René Klaassen. En zo hebben we eigenlijk een heel spectrum van behandelingen en proberen we nu te voorspellen wat werkt voor wie. En ik ben heel veel dank verschuldigd aan het Elisabeth Fonds die ons een grote donatie heeft gedaan dit jaar om het predictiemodel echt op te bouwen, goed te voorspellen wat werkt nou voor deze persoon en om daar ook een online tool voor te maken dat iemand het ook zelf kan zien wat zou voor mijn geschikte therapie zijn. Dan wil ik u nu eventjes gaan verzoeken om te gaan staan. Desgewenst mag u nog even uw rechterbeen optillen en uw linkerbeen. En dan mag u weer gaan zitten. Dames en heren, dit was Stuffen, Stand Up for Fitness. Met dank aan deze term aan Stef Kremers, hoogleraar in Maastricht. We weten op dit moment, we hebben het vaak over sporten en bewegen, maar we weten dat te lang zitten op een dag, gewoon uren stilzitten, een onafhankelijke risicofactor is voor obesitas. En alleen al het doorbreken van het langdurig stilzitten, zoals u nu net heeft gedaan, dat kan bijdragen aan het verbeteren en het tegengaan van obesitas. En als u zegt, nou ik vind het vervelend, ik heb vaak lange vergaderingen, ik kan niet zomaar gaan staan, weet dan dat ook kleine dingen, zoals bijvoorbeeld dit jaar is aangetoond, dat fidgeting, gewoon een beetje het friemelen met de pen of het tikken met de voet, dat kan het gehele verhoogde hart- en vaatziekterisico al opheffen. Hoe simpel kan het zijn af en toe? We pakken weer even terug naar de obesitas. Waarom? Omdat ik nu met u naar het volgende onderwerp wil gaan, namelijk stress. En eigenlijk al die factoren die we zojuist behandeld hebben, die hebben een relatie met het stresshormoon cortisol. Mag ik u vragen, wie van u heeft nog nooit stress ervaren? Niemand steekt zijn hand op, dus ik doe even een controlevraag. Wie heeft er wel eens stress ervaren? Grof geschat van 100% denk ik. Ik denk dat dat terecht is, want we hebben heel veel soorten van stress. Ik zal ze met u doornemen. Hier ziet u mijn eerste Delta-vlucht boven Rio. Ik hang hier, u ziet, ik lach. Ik kan u vertellen, dat is nep. Een paar minuten daarvoor stond ik klaar. Er was mij net verteld dat ik op mijn allerhardst een plateautje af moest rennen, waaronder een hele diepe afgrond was. Ik had het nog nooit gedaan. Wat gebeurt er op dit moment in mijn lichaam? Hier, u ziet mijn gespannen mond, op dit moment maken mijn bijnieren adrenaline aan en vlak daarna maken ze ook het stresshormoon cortisol aan. Heel gunstig, want wat gebeurt er? Ik heb een hoge hartslag, ik heb een hogere bloeddruk. Er wordt meer bloed naar mijn hersenen gevoerd. Heel goed, want dan kan je sneller denken. Dat is goed voor een examen. Ik weet niet of je hier nou per se wil denken. Tegelijkertijd wordt ook heel veel bloed naar mijn spieren getransporteerd. Dus ik kan sneller rennen. Dus hier was het heel functioneel. En dit toont ook wel, het moest ook wel. Ik moest even goed mijn best doen. Het was nuttig. Dus acute stress is helemaal niet altijd slecht. Maar we kennen veel ook fysieke stress. Denk aan bijvoorbeeld een griepje. Op het moment dat we een ontsteking in ons lichaam hebben, gaan we ook veel meer stresshormoon, cortisol maken om bijvoorbeeld die ontsteking af te remmen. Ook heel nuttig. Als we denken aan chronische stress, denken we vaak aan mentale stress. Bijvoorbeeld een disbalans tussen werkdruk en wat iemand aan kan. Dat is een bekende, daar hebben we het vaak over stress. Maar weet u dat het stresssysteem op dezelfde manier reageert eigenlijk als iemand bijvoorbeeld chronische pijn heeft? Continu maak je een verhoogde aanmaak van het stresshormoon cortisol. Maar ook bijvoorbeeld als mensen ploegendiensten draaien. 10% van de bevolking op dit moment draait dag- en nachtdiensten. Ook dan zien we continue activatie van het stresssysteem. Een mooi model om eigenlijk te leren wat doet het stresshormoon cortisol met het lichaam, dat leren we eigenlijk uit de kliniek ook wel. In het Erasmus MC zien we eigenlijk ook dagelijks mensen die te lijden aan een heel zeldzaam syndroom, het syndroom van Cushing. Daarbij wordt in je lichaam vanuit de hypofyse, een hormoonfabriekje of vanuit de bijnieren, wordt veel te veel cortisol gemaakt. Wat krijgen deze mensen? Die krijgen 80% krijgt depressieve klachten, dus het werkt heel erg op het brein. Maar ook krijgen mensen bijvoorbeeld last van een dikke buik met alle gevolgen van dien. En die gevolgen noemen we bij elkaar ook het metabool syndroom. En wat goed is om te beseffen is dat cortisol kan niet zomaar zijn werking doen, die heeft een ontvangertje nodig. Op celniveau kan cortisol alleen maar werken door de corticosteroïdreceptor.
En die kan op verschillende manieren in de celkern werken. Bovenste mechanisme wat u ziet, dat is met name van belang voor allerlei hormonale effecten en metabole effecten. Denk aan verhoging van je suikergehalte of verhoging van de bloeddruk. En het andere mechanisme, dat werkt dus net wat anders, en daar kan je ook verschillend gevoelig voor zijn, zijn de anti-ontstekingseffecten en ook de effecten die op het immuunsysteem werken. Dit is ook een reden van, cortisol is een corticosteroïd, maar we kennen er veel meer, namelijk in tabletvorm bijvoorbeeld. Prednison, is bijvoorbeeld een bekende die voor reuma wordt gebruikt. Om die reden wordt het heel vaak ook ingezet om ziekte te behandelen, om ontstekingen af te remmen. Nou, is het zo dat we, zoals we hier zitten, heel verschillend gevoelig zijn voor de werking van cortisol? Dat heeft te maken met dat ontvangertje, dat corticosteroïdreceptor, en daar is een gen voor. En dat codeert voor dat ontvangertje. En zoals we hier zitten, is ongeveer 40-50% van u is hypergevoelig voor zijn eigen cortisol. Want dan is dat ontvangertje heel erg actief. Wat gebeurt er dan? Deze mensen hebben van gevonden dat er gemiddeld meer vetmassa aanmaken, juist in de buikstreek. En dat heeft allerlei negatieve gevolgen voor de gezondheid. En dan zo iets 6-10% van ons, zoals we hier zitten, is juist ongevoelig voor dat stresshormoon cortisol. Dat is enorm gunstig. We zagen bij mannen met name dat ze dan meer spiermassa hadden, langer waren en ook meer spierkracht hadden. Bij vrouwen zagen we met name een slankere taille. En dat bleek ook heel gunstig. Het risico op diabetes en op een betere overleving. Het risico op diabetes was lager. Mensen hadden ook een betere overleving. Dus dat is gunstig. Dus bij eenzelfde niveau van stress kan de een hypergevoelig zijn de gevolgen groter. De ander is wat ongevoelig en zijn de gevolgen wat kleiner. Kan je nou stresshormoon ook simpel meten in bloed? Ja, dat kan. Het enige is wel dat als je het meet in bloed, dan moet ik daar wel bij zeggen dat cortisol een heel duidelijk dag-nachtritme heeft. Met heel hoog in de ochtend en laag in de avond. Dan wordt het ook nog een keer pulsatiel uitgescheiden. En ja, op het moment dat je mensen bloed prikt, het is een stresshormoon. Dus eigenlijk wat je dan meet is hoe gestrest is iemand voor bloed prikken. Dat is vaak niet de informatie waar we naar op zoek zijn. Wij waren erg geïnteresseerd om te weten van hoe staat stress in verbinding met allerlei ziekten. Dus we hadden behoefte aan een lange termijnsmaat. Daarvoor hebben we heel veel inspiratie opgedaan vanuit een ander vakgebied, de forensische geneeskunde. Daar werd al heel lang van alles gemeten in hoofdhaar. Denk aan bepaalde medicamenten of toxines. Het steroïdhormoon cortisol kun je prima ook meten in hoofdhaar. Dus we hebben die methode zijn we gaan toepassen om daar cortisol bij mensen in te meten. Haar groeit namelijk 1 centimeter per maand, gemiddeld bij iedereen. En dan wordt via de bloedbaan wordt dat ingebouwd in die hoofdhaar. En wat we dan zien is dat elke centimeter van hoofdhaar geeft ongeveer gemiddelde weer van hoe was gemiddeld je cortisolwaarde. Daarmee kan je onderzoek doen naar allerlei stressgerelateerde ziekten. Als ik het samenvat, dan is het zo dat eigenlijk bloed en speeksel geeft een indruk van een paar seconden tot minuten tot eventueel uren als je een hele curve maakt. Urine, als mensen 24 uur of 48 uur urine sparen, dan weten ze het een beetje van dagen. Maar hoofdhaar toont ons achteraf terug hoe iemand weken tot maanden tot jaren terug zat in zijn cortisolniveau, in zijn biologische stressniveau. En in deze context wil ik heel graag ook even Jolande de Rijken noemen, hoogleraar klinische chemie. Omdat zij vanuit, we zaten eerst in de experimentele fase met een ELISA. En nu is het eigenlijk doorgegroeid tot een state-of-the-art LCMS gebaseerde methode. En kunnen we met het lab van de klinische chemie nu wereldwijd allemaal patiënten faciliteren. Maar ook allerlei onderzoekers om stressgerelateerd onderzoek te doen. Is het nou verhoogd bij het syndroom van Cushing? Dat was natuurlijk eerst een van de proof of the pudding. Is dat wel verhoogd bij mensen waarvan we weten dat ze een hoge cortisol hebben? Ja, het was sterk verhoogd. Let op de logaritmische schaal op de y-as. Mensen met Cushing hebben sterk verhoogd cortisol. Maar hoe zit dat dan bij mensen met obesitas? Nu konden we dat voor het eerst onderzoeken, want met bloed en speeksel kwamen we daar niet uit. Nou, dat hebben we onderzocht bij mensen van ons Centrum Gezond Gewicht. En wat ze zagen is eigenlijk mensen met overgewicht zitten helemaal niet zoveel anders in hun cortisolniveau dan mensen met een normaal gewicht. Maar als u dan helemaal rechts kijkt, dan zien we dat mensen met obesitas, en let weer op die logaritmische schaal, zitten veel hoger gemiddeld in hun stresshormoon cortisol. En wat ik dan interessant vond, is dat dat niet voor iedereen geldt. Maar we kunnen eigenlijk grofweg mensen
onderscheiden die normaal in hun cortisol zijn en mensen die hoog in hun cortisol zitten. En het zou zomaar kunnen dat deze mensen die hoog in hun cortisol zitten en obesitas hebben, dat dat nou de mensen zijn die al die negatieve gevolgen krijgen. Dat die metabool syndroom ontwikkelen en allemaal hart- en vaatziekten. Dat is eigenlijk ook onderwerp van een videoproject wat we op dit moment aan het uitvoeren zijn om te kijken of cortisol een onafhankelijke risicofactor is. Net als cholesterol, net als roken, dat soort dingen. Dit zijn allemaal data van volwassenen, maar we waren natuurlijk geïnteresseerd. Is dat pas op de volwassen leeftijd speelt dit een rol of is het op de kinderleeftijd al zo? En samen met professor Jadou, Vincent Jadou en Henning Thiemeijer hebben we gekeken in Generation R-studie. 3000 kinderen onderzocht op de leeftijd van 6 jaar oud. En wat vonden we? Eigenlijk op de leeftijd van 6 jaar oud zagen we dat de kinderen al een tienvoudig verhoogd risico hadden op het hebben van obesitas als je hoog in je lange termijn cortisol zit. Hier ziet u hem, deze piek. Bijna tienvoudig verhoogd risico op het hebben van obesitas. Nou geeft obesitas natuurlijk ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dus hoe zit het met cortisol en hart- en vaatziekten? Nou, daar hebben we een studie naar gedaan. Dat heeft toen ook de wereldpers eigenlijk bereikt. Waarom? We hebben 280 ouderen onderzocht en gekeken van hoe hoger je cortisol is, heb je dan een hoger hart- en vaatziekterisico. En wat bleek, hier ziet u de bovenste categorie, in dat hoogste kwartiel van haar cortisol hadden mensen een 2,5 keer verhoogd risico op het hebben van hart- en vaatziekte. Dames en heren, dit is ongeveer in de orde, zoals bij die ouderen ook was, voor roken bijvoorbeeld of voor diabetes. Dit zijn wel cross-sectionele studies, we zijn dus nu bezig om longitudinale studies te doen. Als dit zo is, dan zou het best kunnen dat ooit in de toekomst bij zo'n reguliere check bij de huisarts, dat niet alleen roken wordt gecheckt en de suiker en de cholesterol, maar dat in dat rijtje het stresshormoon cortisol ook terecht gaat komen met deze nieuwe methode. Daar zijn we nu aan het werken om te kijken of dat inderdaad zo zou moeten. Maar hoe leidt dat cortisol? Hoe zou dat dan kunnen leiden tot gewichtstoename? Nou, dat zal ik u laten zien. Dit, dames en heren, dat is geen toeval. En dat komt, ik zal u laten zien waarom dit geen toeval is. Stress, spell backwards, is dessert. Ten eerste is het zo dat cortisol kan rechtstreeks vet naar de buikstreek leiden. Dat haalt het eigenlijk af van de armen en de benen, die worden dunner en het gaat allemaal naar de buikstreek. Dat is juist het slechte vet. Vet op de heupen vinden mensen misschien niet prettig, esthetisch misschien niet mooi, maar vet op de buik, daar gaat het om. Want daar worden ontstekingsstofjes gemaakt en hormonen gemaakt die zo ook naar het brein gaan en van alles verstoren en ook mensen ongelukkig maakt. Gewoon depressief bijvoorbeeld. Maar het is ook zo dat cortisol geeft een signaal aan het brein af om meer trek te krijgen in calorierijk voedsel. Dus het geeft snacktrek. En er komen nu steeds meer aanwijzingen dat bijvoorbeeld suikerrijke voeding geeft weer een verhoging van het cortisol. En nu ziet u hem eigenlijk ontstaan al, dames en heren. Dit is eigenlijk een vicieuze cirkel. En het kan bijvoorbeeld beginnen met hoog cortisol en dat veroorzaakt dat je gestuurd wordt richting gezond eten, terwijl je ongezond eet, terwijl je eigenlijk weet dat je gezond zou moeten eten, maar je krijgt gewoon ontzettend veel zin in die reep chocola. Omgekeerd kan het zo zijn dat het begint bij ongezond eten, want dat aanbod is natuurlijk in overvloedig aanwezig, en dat door ongezond eten dat vervolgens cortisol omhoog gaat. Dus dat kan zichzelf soms in stand houden. En op beide fronten kan je aanpakken. Je kan aanpakken op gezond eten en je kan aanpakken op stress. En dat kan dus ook biologische stress zijn. Hè? Slaaptekort, chronische pijn, we hebben ze net allemaal behandeld. Een derde mechanisme, hoe cortisol kan leiden tot gewichtstoename, komt eigenlijk een beetje uit dierstudies. We weten dat dat ook het bruin vet zou kunnen afremmen. Of dat bij de mens nog actief zo is, dat weten ze nog niet goed. Maar daarmee zou het dus de verbranding mogen kunnen remmen. En dan hebben we nog eigenlijk een hele andere vorm van stress. En daarvoor wil ik met u bespreken de casus van Hans. Hans is akkoord gegaan, die wilde graag dat zijn verhaal ook verteld werd. Dus dank alvast aan Hans dat we dit mogen delen. Hans kwam bij mij op het spreekuur omdat hij enorm in gewicht bleef aankomen. Eigenlijk ging niks meer, hij was moe, hij voelde zich ellendig en de kilo's vlogen eraan. Terwijl hij deed zijn best, hij probeerde te bewegen, hij probeerde op zijn eten te letten. Het ging niet, hij was wanhopig. Wat was er aan de hand met Hans? Hans had last van een huidziekte. En voor zijn huidziekte had hij allemaal huidcremes gekregen. En al deze crèmes met allemaal ingewikkelde namen, die hebben allemaal gemeen dat er corticosteroïden in zitten. Hij smeerde het over zijn hele lichaam, dag in dag uit. En corticosteroïden, ook uit een tube, dat is gewoon een zusje van je stresshormoon cortisol. En in die hele grote doseringen kan het dezelfde werking hebben. Daar kan je dus weer snacktrek van krijgen. Je kan dus, het vet wordt richting de buik gestuurd.
En zomaar hem zeggen, je moet worteltjes eten, dat lukt niet, dat werkt niet voor hem. Maar wat werkt nou wel? Nou, we noemen deze diagnose eigenlijk een creamy Cushing, een beetje variant. Hij heeft een soort van syndroom van Cushing, niet vanuit zijn eigen bijnieren, maar door die crèmes. Hij had daarbij ook een laag testosteron, dat komt vaak door de corticosteroïden, maar kan ook door overgewicht komen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben in overleg met zijn dermatoloog gekeken naar vervangende middelen. En die corticosteroïden allemaal afgebouwd, het testosteron aangevuld. En daarna kon hij eigenlijk heel goed werken aan een gezonde leefstijl. Hij is weer gaan wandelen, kon gezond eten en hij voelde zich veel prettiger. En toen werkte het ook. Toen kon hij weer 35 kilogram gewicht afnemen. Nou is dit natuurlijk, ik zie maar een paar keer per jaar mensen met zo'n extreem gewichtstoename zoals Hans. Maar ik zie ze wel met enige regelmaat. Maar nou is het zo dat corticosteroïden in nog veel meer producten verwerkt zit. En we kennen dus die tabletten met prednison bijvoorbeeld. Die zijn vaak heel bekend. Of dexamethason. Maar het zit ook in inhalatiepuffertjes. Injecties die bijvoorbeeld in gewrichten worden gegeven voor pijnklachten. Neussprays, oogdruppels, oordruppels. Noem maar op. Ze zitten in van alles verborgen. En hoe vaak wordt dat nou gebruikt in de bevolking? Nou, als u eens met mij meekijkt, ziet u dan bijvoorbeeld in 2015 1 miljoen mensen gebruikten inhalatiecorticosteroïden. En zo'n 2 miljoen mensen in Nederland gebruikten van dat smeerseltjes. En dan nog een keer 500.000 mensen gebruikten neusspray. En 200.000 injecties. Dus dat zijn hele grote aantallen. En natuurlijk zal 1 keer 3 dagen voor een eczeemplekje wat hydrocortison, dat zal niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Maar die mensen die dag in dag uit heel veel gebruiken, ja, dan kan je wel degelijk een bijdragende factor gaan verwachten. Maar of dit zo is, dat moet je natuurlijk altijd eerst onderzoeken voordat je dat kan roepen. Want dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Onze hypothese was eigenlijk, zo'n lokaal corticosteroïd wordt in de bloedbaan opgenomen. We weten al uit prachtige Leidse studies, daar is een overzicht van gemaakt, dat bijvoorbeeld die gefrisinjecties bij de helft van de mensen een bijnieronderdrukking geven. Dus die onderdruk je eigen stresshormoon, echt een bijnierinsufficiëntie zelfs. En als mensen meervoudig corticosteroïd gebruiken, bijvoorbeeld een neusdruppel en een oogdruppel, dat dan 40% toch bijnieronderdrukking krijgt. Wat doet dat voor het gewicht? Nou, dat was eigenlijk nog onbekend. De eerste stap wat we hebben gedaan om dat te onderzoeken is om te kijken hoe vaak gebruiken mensen dat nou die obesitas hebben. Nou, daar hebben we eerst bij onze eigen populatie gekeken en daar zagen we al dat ruim 2 keer zoveel mensen het gebruikten vergeleken met mensen met een normaal gewicht. Vervolgens hebben we daar een grote vervolgstudie op gedaan. En misschien dat sommigen van jullie al via de media erover wat hebben gehoord, want heel recent is dat op het grote Amerikaanse congres van persconferentie geselecteerd geweest. En dat heeft onze promovendus Mesutsa vast hartstikke goed gedaan. Wat we hebben gedaan is, we hebben in 140.000 mensen van de Lifeline-studie hebben we gekeken naar al die componenten, buikomvang, suiker, dat soort dingen. En we hebben gekeken wat voor soort corticosteroïden gebruiken ze. En we hebben vervolgens gecorrigeerd voor allerlei factoren die ook van invloed kunnen zijn. En wat we zagen is dan ten eerste dat mensen die corticosteroïden gebruikten, ook die lokale vormen juist, dat die gemiddeld significant hoger zaten in hun BMI. Maar belangrijker nog, met name bij vrouwen, die hadden bijna 2,5 centimeter gemiddeld grotere buikomvang. En ook bij de mannen zag je juist die buikomvang die significant hoger was. Bij vrouwen zagen we ook dat alle componenten van het metabool syndroom ook significant meer aanwezig waren bij mensen die corticosteroïden gebruiken. Nou, hier gaan we nu nieuwe longitudinale studies op doen. Dus we gaan die mensen volgen in de tijd of dat inderdaad de mensen zijn die metabool syndroom ontwikkelen. Dus als ik dit stukje samenvat, dan is het zo dat stress op allerlei fronten bij kan dragen aan obesitas. En dat ingrijpt bijvoorbeeld op hoe we eten, het geeft een snacktrack. Het is voor een deel genetisch bepaald hoe je erop reageert. Het werkt ook in op de psyche. En soms komt het uit een potje, stress. Het heeft op al deze factoren kan het van invloed zijn. En daarmee kan het een grote bijdragende factor zijn aan obesitas. Nou hebben we obesitas gehad en we hebben stress gehad. En eigenlijk wil ik nu heel eventjes uitzoomen, een beetje uit de spreekkamer komen en een beetje wat meer naar de maatschappij kijken. Want onze beroemde Desiderius Erasmus heeft al begin 16e eeuw gezegd, voorkomen is beter dan genezen. En dat onderschrijf ik van harte. Als we kijken naar overgewicht, dan moeten we natuurlijk ook aan de bron wat doen. We moeten op preventievlak een hele hoop doen. Er gebeurt al een hoop, maar het kan nog veel beter. Wat moeten we bijvoorbeeld doen? In onze omgeving moeten we bijvoorbeeld met name gezond eten en bewegen veel meer stimuleren. Kan voor een deel in het gemeentelijk domein, door de ruimte zo in te richten dat dat makkelijker kan.
We moeten ook echt wel wat doen aan de voedselindustrie, die op dit moment alle kant-en-klaar producten vol met suiker stoppen, die rechtstreeks verband houden met de hele obesitas-epidemie. Dus daar zal toch met wet en regelgeving, suikertax, you name it, moet echt wat aan veranderen. Dan is het ook nog zo dat in onze omgeving heel veel hormoonverstorende stoffen zitten. En die zitten vaak, die houden ook voor een deel verband met obesitas. En die zitten bijvoorbeeld verstopt in allerlei plastics. Juist als je ze verwarmt, denk aan kant-en-klaar maaltijden. Maar ook bijvoorbeeld in bepaalde cosmetica, in bepaalde nagellak bijvoorbeeld, zitten zulke hormoonverstorende stoffen die ook weer verband houden met obesitas. Dus ook dat soort dingen, daar moeten we op letten. Dat we ook daar niet alleen aan het dweilen zijn en proberen de obesitas te behandelen, maar tegelijkertijd aan preventie, dat die kraan dicht gaat. Een laatste vind ik ook daarin heel belangrijk wat we kunnen doen, is veel meer onderwijs over wat is gezonde voeding en wat is gezonde leefstijl. Daar kunnen we al beginnen op scholen. Kinderen op school, les over wat is gezond eten en ook die scholen zelf gezonder maken. Daar worden al stappen in gemaakt op dit moment, dat we gewoon kinderen water meegeven en fruit naar scholen en ze leren om voldoende te bewegen. Wat mij betreft mag binnen nu en 10 jaar 100% van de scholen een gezonde school zijn. Sterker nog, zijn we hard mee bezig, ook met de ministeries van VWS en OCW en NL 2025, om dat voor elkaar te krijgen. Bij de basis beginnen. Maar ook in de geneeskundestudie, we leren daar heel veel over pillen, maar weten heel weinig over voeding. Terwijl je soms ook allerlei ziekten goed met gezonde voeding kan behandelen. Er is net een recent VWS-rapport uitgekomen, uitgevoerd door Dionne van Dam. En die laat zien dat we heel weinig, in verhouding heel weinig collegeuren hebben over voeding en leefstijl. En ongeveer 80% van de co-assistenten en de artsen heeft ook aangegeven dat die behoefte hebben aan meer onderwijs over dit onderwerp. Dus dat hebben we over preventie. Nou is het zo dat preventie is met name geschikt voor de mensen met ofwel normaal gewicht of mensen met overgewicht. Vanaf BMI 30 hebben we het over obesitas. En dan komt het meer in richting zorg. Waarom? Bij BMI 30 zijn al zoveel processen in het lichaam zijn ziekelijk veranderd. Het is terecht ook door de WHO bestempeld als ziekte. Omdat allerlei processen zo veranderd zijn. Wat hebben we op dit moment in de zorg beschikbaar voor obesitas? Dat is eigenlijk maar één effectieve behandeling die vergoed wordt. Namelijk de maagoperaties. En dat is eigenlijk op dit moment de enige vergoede zorg. Dat is heel effectief, maar dat is eigenlijk alleen maar voor de mensen die heel ernstig obesitas hebben. Wat u nu ziet, dames en heren, hier is er vergoedingen gehad. Voor deze mensen is er op dit moment in het basispakket geen vergoede zorg. Wat wij soms zien, is dat er mensen met een BMI die hier tegenaan zit, ja, die moeten een paar kilo wachten totdat ze voor vergoede zorg in aanmerking komen. En wat we ook proberen is dat met preventieve maatregelen, dat we mensen met obesitas proberen te behandelen. En daarvan weten we dat werkt niet. Wat werkt er wel? Dat weten we inmiddels. Het staat ook eigenlijk in de zorgstandaard die al een paar jaar oud is. Die effectieve gecombineerde leefstijlinterventie met ook die psychische aanpak erbij. En we weten ook als dat onvoldoende werkt, dan zouden we eigenlijk moeten overwegen om bijvoorbeeld medicatie ertussen nog te geven. Want dat is wel interessant om te weten, een maagoperatie, we dachten vroeger dat dat gewoon was, je maakt de maag kleiner, er past minder in en dus komt minder calorieën in het lichaam. Nou, dat blijkt dus helemaal niet de hoofdreden te zijn. De hoofdreden is eigenlijk dat die maagoperatie ervoor zorgt dat die darmhormonen een ander signaal afgeven naar het brein en daardoor je eetlust wordt hersteld. Dus het is eigenlijk, het wordt tegenwoordig ook wel metabole chirurgie genoemd. En dat kunnen voor een klein deel soms uit een spuitje nabootsen, dus met bepaalde medicamenten die ook als het goed is volgend jaar in Nederland op de markt gaan komen. Dat zouden we altijd moeten combineren met eerst die leefstijl die goed op orde moet zijn. Dus eerst de gedragsverandering, gezonde leefstijl, gezond eten. Dan eventueel medicatie. En dan pas, als het niet gaat, die hoge categorieën, dan pas een maagoperatie. Dus als ik het samenvat, dan hebben we dus al die factoren gezien. Van het kan soms in je genen zitten. We hebben hongerhormonen, we hebben crashdiëten die mensen laten aankomen. De psyche, pillen, bruin vet die soms te weinig actief is. We hebben de eetcultuur, darmflora, we hebben slaaptekort, we hebben stress en we hebben de ongezonde leefstijl. Al die factoren moeten we aanpakken om obesitas veel effectiever tegen te gaan. En wat ik hoop met z'n allen is dat we vanaf nu eigenlijk ook mensen met obesitas niet gaan veroordelen, maar veel meer gaan steunen. En de reden is, dames en heren, omdat zoals een van onze Centrum Gezond Gewicht deelnemers zijn, dik ben je niet voor de lol.